superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je 6 tips geven hoe je je haar zo goed mogelijk kunt verzorgen, zodat je zo'n lang mogelijk haar kunt creëren. Mijn allereerste tip is: masseer je haarwortels. En dat is by far de beste tip, denk ik, die ik je kan geven. Nou, niet de allerbeste in deze video, maar wel een hele belangrijke tip. Wanneer jij je haar wast, masseer je haarwortels dan voor een minuut ongeveer mee. Of je haarwortels, je hoofdhuid. Masseer die mee, waardoor je haarwortels gestimuleerd worden en waardoor je haar dus meer zal gaan groeien. Niet mega veel meer, maar je stimuleert wel je hoofdhuid, waardoor je haarwortels gewoon wat meer zullen gaan groeien. Tip 2, wees gewoon super, super lief voor je haar. En daarmee bedoel ik, zorg ervoor dat nooit je haar klem komt te zitten, dat het gaat schuren of iets dergelijks. Wat ik altijd doe, en dit klinkt heel gek misschien, maar als ik bijvoorbeeld op de bank zit, dan zorg ik ervoor dat nooit mijn haar tussen mijn rug en de bank in zit. Dan doe ik of mijn haar naar voren, of ik zorg ervoor dat mijn haar over de bank heen valt, om het zo maar te zeggen. Maar ik zorg er dus nooit voor dat het haar gaat schuren tussen mijn rug en de bank in. Want op die manier krijg jij namelijk heel snel gespleten haarpunten. En zorgt die wrijving er gewoon echt voor dat je haar stuk gaat. En dat je ook snel door je punten krijgt en zo. Dus dat echt, probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ook als ik ga slapen, ik slaap niet op mijn haar. Ik zorg er altijd voor dat ik het of in een knop bovenop mijn hoofd heb. Of dat ik mijn haar een beetje oprol en dan boven me neerleg. En dat kun je ook al zien in mijn avondroutine op het eindshot. Daar zag je precies in hoe ik dat, hoe ik het boven me had liggen. Wat ik eigenlijk doe, ik kan het simpel even laten zien, is dat ik mijn haar gewoon pak in een staart. Ik draai het gewoon één keer om en ik flip het zeg maar zo boven me neer. En het blijft ook gedurende de nacht eigenlijk wel zo liggen boven me. Dus dat werkt voor mij echt top, maar je zou dus ook een knot of zo kunnen proberen. Maar zorg er in ieder geval voor dat je haar gewoon, dat je niet op je haar ligt en dat het haar niet gaat schuren tussen jou en het kussen of tussen jou en het matras of iets dergelijks. Wees gewoon super, super lief voor je haar. Behandel het echt goed. Tip nummer 3, gebruik een goede borstel. Super belangrijk ook. Als jij gewoon je haar gaat borstelen met een slechte borstel, dan krijgt je haar gewoon niet de aandacht en de verzorging die het nodig heeft. Ik gebruik zelf een borstel met van die nylon haren en met twee soorten haren, zeg maar. Dus met van die soort zachtere haren en die wat hardere pinnen. Dat is voor mijn haar gewoon echt super fijn. Omdat ik dik haar heb, heb ik echt een goede borstel nodig. Ik heb dik en veel haar. Ja, nu is het niet zo. Ik heb veel haar nu met name. Dik haar heb ik niet echt meer. Had ik in het verleden heel erg. Nu heb ik nog gewoon veel haar. Maar dat zorgt er wel voor dat ik best wel een bos heb. Dus die wil je ook goed borstelen dan. Er komt ook heel snel komen er klitten in. En juist met een goede borstel zorg je ervoor dat dat gewoon allemaal verdwijnt. Maar op een goede manier. Niet dat jij je haar helemaal stuk borstelt, om het zomaar te zeggen. Mijn vierde tip voor je is: gebruik natuurlijk een goede shampoo, conditioner en masker. Met name een masker kan niet ontbreken. Ik gebruik eigenlijk 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken een masker. En dat houdt in dat ik 1 keer in de 2 wasbeurten of 1 keer in de 4 wasbeurten een masker gebruik. Ik was mijn haar sowieso maar 2 keer in de week, omdat het anders veel te snel vet wordt. En ik kan dus eigenlijk gewoon, ik heb het nu zo gecreëerd dat ik 1 week zonder mijn haar wassen zou kunnen. Dan pas na 1 week is het echt vet dat je denkt, oké, nu moet ik het echt gaan wassen, want nu kan het echt niet meer. Maar 2 keer in de week mijn haar wassen werkt voor mij het beste. En dit is echt niet altijd zo geweest, want ik hoor heel veel meiden zeggen, ja, ik kan dat niet. Ik moet echt iedere dag mijn haar wassen. En dit was voor mij ook zo in het verleden. Dat heeft iedereen. Als jij dat gewend bent, dat patroon, dan zorgt je hoofdhuid er gewoon voor dat het zich daaraan aanpast. Maar probeer het dus iedere keer met een dag te laten verspringen. En ja, wellicht zul je heel eventjes met een iets vetter haar rondlopen. Dat zijn mensen ook weer heel snel vergeten hoor. Die denken misschien 10 seconden of 5 seconden van hun dag aan, dat ziet er een beetje vettig uit.
daarna is het over, weet je. Maak je daar echt niet zo druk om. Als jij dat wil verlengen, geloof me, dan kun je dat gewoon doen. En dan kan ook jij gewoon je haar 2 keer in de week wassen wanneer je dat zou willen. Een goede shampoo is natuurlijk ook super belangrijk. Ik zelf gebruik shampoos zonder SLS, zonder parabenen, sulfaten, noem het allemaal maar op. Dus puur natuurlijke shampoos, vegan shampoos en ook daar de conditioner van. Nu heeft Rituals tegenwoordig ook super fijne producten. Er zit ook geen SLS meer in. En volgens mij zijn ze niet helemaal vegan, maar zijn ze wel voor een groot deel natuurlijk. Wat super fijn is. De producten die ik gebruik zijn de shampoo van de Hammamlijn van Rituals. En de conditioner van de Hammamlijn ook. Daar zit argonolie in. En dat werkt ook gewoon super verzorgend voor je haar. Dat merk ik ook gewoon echt. Die conditioner die werkt gewoon echt top voor mijn haar. En met name in combinatie met de shampoo. En omdat ik mijn haar dus maar 2 keer in de week was, gebruik ik wel 2 soorten shampoos. Om er echt voor te zorgen dat mijn hoofdhuid echt goed gereinigd is. En dat het echt niet meer vet is, mijn haar. Dus vandaar dat ik mijn haar dus dan ook 2 keer was. Met gewoon nog een andere shampoo. Die juist weer wat anders met mijn haar doet. Dus bijvoorbeeld, ik gebruik een shampoo voor haar wat snel vet wordt. En daarnaast zou ik nog bijvoorbeeld een verzorgende shampoo gebruiken. Dus ik gebruik echt 2 verschillende shampoos die voor 2 verschillende doeleinden zorgen. Nou, masker wat ik veel gebruikte in het verleden was van Hair Jazz. Die is inmiddels op, dus die gebruik ik al een tijdje niet meer. Dat was een heel fijn masker. Nu gebruik ik gewoon van die Montagne de Jeunesse of zoiets. Ik weet niet precies hoe je dat merk uitspreekt. Gewoon van die natuurlijke haarmaskers gebruik ik heel vaak. En wat ik de laatste tijd ook nog wel eens doe, is haarolie gebruiken. Of van die serums en dan gewoon in de puntjes van mijn haar. En dat doe ik ook niet zo heel vaak hoor. Meestal 1 keer in de 2 weken. Dus ook weer 1 keer in de 4 wasbeurten of zo. Hangt heel erg af ook van het weer. Nu gaan we bijvoorbeeld een lekkere periode in waarin het weer niet zo statisch meer is of de luchtvochtigheid gewoon anders is, waardoor je haar ook minder snel statisch is. Maar in de winter echt mijn haar was zo snel statisch dat ik echt gewoon haarolie moest gebruiken, omdat ik echt anders constant met zo'n bos rondliep, om het zo maar te zeggen. En dan merk ik ook dat mijn haar uit elkaar gaat staan en dat weer voor veel meer wrijving zorgt. En juist door dan een haarolie of een serum te gebruiken, zorg je ervoor dat je uiteindes omhuld worden door een soort filtertje. En die zorgt er dus weer voor dat je haar gewoon minder snel schuurt, dus dat het ook minder snel kapot kan gaan. Iets wat ik de laatste tijd ook nog vaak gebruik is de leave-in spray, haarspray van Hair Jazz. Ik was sowieso wel dol op hun producten. Alleen wat ik dus merkte met Hair Jazz is dat je haar zo snel gaat groeien. Echt als een malle. Dat het te snel gaat groeien. Dus je krijgt echt best wel een beetje pijn, groeipijn aan je hoofdhuid, aan je haren. En daarnaast merkte ik dus ook dat omdat het zo snel groeide, dat ik heel snel gespleten haarpunten kreeg. Omdat ik verder nog niet zo goed wist hoe ik met lang haar om moest gaan. Nu zorg ik er dus echt voor dat het niet zo min mogelijk wrijving krijgt. Dat is echt de allerbelangrijkste tip die ik je kan meegeven. Wil je gezond mooi lang haar hebben of krijgen, zorg voor dat er geen wrijving ontstaat tussen je haar en jou of iets anders. Dat echt, daarom heb ik nu gewoon super mooi haar. Maar even terug op die leave-in spray. Die is wel heel erg fijn, want die zorgt er dus wel voor dat mijn haar gewoon sneller gaat groeien. En dat ik nu ook gewoon best een mooie lengte heb qua haar. En daarnaast, de volgende tip gelijk. Ik knip nooit mijn haar. Althans, nooit. Ik knip mijn haar letterlijk 1 keer per jaar of per 1,5 jaar. En dat moet je niet in vergissen, want heel veel mensen denken natuurlijk, hoe krijg je zo'n lang haar? Hoe dan? Ja, dat is dus ook echt een kwestie van het gewoon niet knippen en het heel goed verzorgen. Ik kan het wel continu knippen, maar dan krijg ik never ever nooit ooit de lengte die ik nu heb. En dat is denk ik toch echt wel een geheim wat niet veel mensen dan verwachten. Maar ja, ik knip mijn haar gewoon niet. Als ik het knip, knip ik het ook zelf. Omdat de kapper gewoon veel te veel naar mijn mening eraf haalt.
En ik echt alleen de inimini puntjes eraf haal. En zelfs dan nog zie ik het. En moet mijn haar gewoon echt weer opnieuw langer worden. Toch als ik dode puntjes, althans de vorige keer dat ik dode puntjes had. Ja, ging het toch echt nog wel zo'n stukje af. Kwam ook omdat ik het in laagjes had. Dus dan moet je sowieso wat meer eraf halen. Lijkt het voor het oog. Maar nu heb ik eigenlijk 1,5 jaar mijn haar niet geknipt. En als ik ook kijk gewoon naar mijn haar, het is gewoon niet nodig. Dus daar ben ik echt super blij mee. En dat alles gewoon puur door er super lief voor te zijn en het goed te verzorgen. Ja, en mijn allerlaatste tip, laat je haar gewoon drogen aan de lucht. Dat zorgt er voor mij voor, bij mijn haar gewoon voor dat het echt gezond eruit ziet, dat het daarnaast gewoon ook gezond is. Dus niet alleen eruit ziet, maar het ook gewoon gezond is. En dat ik ook gewoon, ja, gewoon mooi haar krijg, zeg maar. We zijn nu al best wel ver in de week, dus ik moet over 2 dagen ongeveer mijn haar weer wassen. Nu gaat het ook alweer iets sluiker hangen, zeg maar. Maar als ik eigenlijk gewoon mijn haar aan de lucht laat drogen, dan blijft het gewoon best wel een luchtige koep, om het zomaar te zeggen. Dan krijgt het van zichzelf al een mooi model en hoef ik het helemaal niet in model te feunen of wat dan ook. En ik draag mijn haar meestal ook niet in een rechte scheiding, omdat ik vind dat het dan echt te sluik hangt. Ik vind het wat mooier als ik het gewoon, als ik de scheiding iets meer naar de zijkant trek, dan krijg ik gewoon ook net wat meer volume hier met name. Zorgt er ook weer voor dat ik gewoon een andere vorm gezicht krijg, wat ik persoonlijk mooier vind. Maar goed, dat heeft niet zozeer te maken met goed voor je haar zorgen. Maar als jij je haar gaat feunen, prima. Ik snap dat je dat doet en dat is helemaal oké. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf weten. Ik ga daar verder niks over te zeggen. Ik doe het alleen voor mezelf niet. Maar als je het doet, gebruik gewoon wel een goede serum of een goede haarolie om je haar te beschermen. Want die hitte is echt funest en killing voor je haar. Ik feun mijn haar dus niet en verder krul ik het ook helemaal niet meer. Ik stijl het niet meer. Ik vind het eigenlijk wel prima zoals het is. En tuurlijk, misschien heel af en toe, 1 keer in het jaar, 2 keer in het jaar, zal ik het krullen voor een speciale gelegenheid. Maar dan zorg ik er ook weer voor dat het gewoon echt goed beschermd is. En ik merk echt aan mijn haar wanneer ik dat gedaan heb. Dan is het gewoon echt brozer. En dan is het ook echt van belang dat ik de keren daarop echt een goed haarmasker gebruik. Om weer mijn haar te herstellen en ervoor te zorgen dat het dus weer herstelt. Ik had het Engelse woord repair in mijn hoofd, maar inderdaad, zodat het weer gewoon hersteld wordt. Dus dat zijn al mijn tips voor jou. Mocht je ook je haar zo lang mogelijk willen laten groeien en niet zo goed weten hoe je dat nou kan doen? Eigenlijk super simpel natuurlijk. Beetje voor de hand liggend, maar wel heel belangrijk om het ook echt na te streven en om het ook echt te doen. Super bedankt weer voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal wanneer je nog niet geabonneerd bent. En dan zie ik je natuurlijk heel graag volgende week bij een nieuwe video terug. En dat zal zijn een What I Eat in a Day. Bye bye!